lijst draait dus allemaal om keiharde knaken. Doekoe, oftewel geld. Heel veel geld. En de persoon in Nederland die daar het meest van heeft, oftewel de rijkste Nederlander, is deze vrouw. Charlène de Carvalho Heineken, de baas van het bierbedrijf Heineken. Ze heeft, schrik niet, 14,2 miljard euro. Zij is dit jaar nog rijker geworden omdat veel meer mensen naast bier nu ook alcoholvrij bier kopen. Een van de grootste stijgers in de lijst is deze man, Jitse Groen. Hij is de baas van Thuisbezorgd. Dus als je via de site een patatje of een pizza bestelt, dan verdient hij eraan. En niet zo'n beetje ook, Jitse Groen is goed voor zo'n 1 miljard euro. Dank u wel voor het applaus, dames en heren. In de lijst staan ook een hoop bekende Nederlanders. Wat dacht je van mediabaas John de Mol, vader van tv-presentator Johnny de Mol? Hij bedacht onder andere The Voice of Holland. Nou, en daar is hij bepaald niet armer van geworden. Met 2,7 miljard euro staat hij op plek 4 van rijkste Nederlanders. De Mol uit Heinevielen! En dit is Thijs Verwest, beter bekend als DJ Chesto. En als DJ verdient hij behoorlijk. Let's go! In totaal heeft Chesto 160 miljoen euro bij elkaar gedraaid. Allemaal rijke stinkerds, maar willen jullie ook veel geld hebben? Op onze site staat de stelling: rijk worden is belangrijk voor mij. Voor een grote meerderheid is dat niet het geval. En dat blijkt ook uit onze gastenboekreacties. Pepijn laat weten: familie is veel belangrijker dan geld. En daar is Mila het mee eens. Met familie en vrienden kun je praten, met geld niet, schrijft zij. En Huts heeft een mooie conclusie. Je kunt ook gelukkig zijn zonder rijk te zijn.